Dankjewel. Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. En zijn naam is Johan Remkes. Excellenties, dames en heren. Ja, Remkes, die kwam vandaag met zijn langverwachte rapport over hoe hij, of nou ja, wij, maar vooral hij, de stikstofcrisis gaat oplossen. En hij was meteen duidelijk, het rapport is geen dijenkletsen. Ik heb niet de illusie dat dit rapport bij zowel de agrarische sector als bij natuurorganisaties als bij het kabinet tot grote vreugde zal leiden. Nee, maar je weet het ook niet echt te verkopen, Johan. Godtering, zeg maar. Hebben jullie er een beetje zin in? Nee, hè? Nee. Remkes, die is maanden bezig geweest, want hij heeft echt met iedereen om tafel gezeten. Boerenorganisaties, natuurbeheerders, werkgevers, banken, lokale overheden en toen nogmaals met de boeren. Want ja, die moesten terugkomen, want die hadden hun gunfactor laten liggen. Het opvallendste advies van Remkes is het gedwongen uitkopen van de 500 tot 600 grootste uitstoters, de zogenoemde piekbelasters. En dat klinkt bikkelhard, maar hij liet ook blijken echt wel hard voor de boeren te hebben. Ik weet ook dat er vandaag vele individuele boeren met grote zorgen deze persconferentie volgen. Als ze tenminste niet aan het werk zijn. Ja, ze werken hard, ja. Ah. Moet je dat recht altijd bijzeggen? Dan geloof ik het gewoon niet meer. He, als iemand bij mij elke keer zou zeggen, dit is Arjen, hij is totaal niet dik trouwens. Dan ga ik toch twijfelen. Even iets heel anders dan. Wij hebben hier bij het programma altijd een ochtendvergadering. Dat is supergezellig. Maar de laatste tijd wordt het daar steeds leger. Er zijn altijd wel wat mensen, maar de mensen die met de trein komen, die zijn steeds vaker te laat. En als ze dan uiteindelijk binnenkomen, dan hebben ze een soort grauwe, doodse blik in hun ogen. Alsof ze rechtstreeks van het Oekraïense front komen. En dat laatste, dat snap ik wel. Want kijk, treinen in Nederland zijn veel en veel te vol. Ergernis over volle treinen groeit. Heel veel mensen moeten staan. En de Volkskrant die schreef er vanochtend zo beeldend over dat ik er nog steeds een beetje last van heb. Ook vandaag weer om 8:13 op Utrecht Centraal. De treinen zijn te kort, te laat en stampvol, waardoor de treinwc's al halverwege de ochtendspits ruiken alsof alle reizigers gisteren asperges hebben gegeten. Gadverdamme! Of deze iets verderop. Een vrouw werkt alsmakkend een bakje magere kwark weg, wat iedereen probeert te negeren, maar niemand lukt. Niemand kan het negeren. Zou die dat dan bij iedereen hebben gecheckt? Of zo. Lukt het u om die kwarksmakkende mevrouw te negeren? Ja, nee, nu niet meer, nee. Of deze. En in het gangpad staat een vrouw die de man voor haar, en dan vooral zijn oksel, die zich vlak bij haar gezicht bevindt, vol walging aankijkt. Smerig, toch? Maar volle treinen zijn zelfs gevaarlijk. Hier, check deze tweet van een treinreiziger. Machinist in wederom te klein en meegedrukte trein naar Amersfoort. Ik begrijp dat er onrust is in een treindeel. Het is helaas te druk om naar u te komen. Hou vol tot het volgende station. Tering! Het is zo druk dat de conducteur niet meer door de trein kan lopen. En ja, oké, dan kun je zeggen, ja, hè, dat is één tweet. Dat kan iemand gewoon verzonnen hebben. Maar onze eigen factchecker, en dat is echt waar, zat in die trein. Dus wij weten dat het klopt. Er bestaat trouwens ook een kans dat hij voor die onrust zorgde. Waarvoor in dat geval excuses. Maar even, we zitten midden in een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een gas- en benzinecrisis en een van die weinige dingen die iedereen kan doen om te helpen, namelijk de auto laten staan en met de trein naar het werk of school, dat wordt onmogelijk gemaakt. Het aantal klachten over volle treinen is ook echt geëxplodeerd. Hier, kijk deze grafiek van de reizigersvereniging Rover. Normaal zijn er 200 à 300 meldingen van volle treinen, maar in september bijna 1700. Oké, oktober valt dan weer ontzettend mee. Dus of het probleem is opgelost, of oktober is pas 5 dagen bezig. Ik weet niet precies, maar oké. En die drukte die komt niet doordat er opeens heel veel reizigers zijn, maar doordat er kortere treinen rijden. En dat komt weer door een personeelstekort bij de NS. Dus die drukte die duurt nog wel even. En het enige wat de NS kan doen, is reizigers geruststellen, bijvoorbeeld door de app wat beter te maken. Naast het meldingen aan hebben we in de app ook druktepoppetjes die reizigers kunnen zien achter hun traject. Ja, en dat zijn dus deze icoontjes. 1 poppetje betekent super rustig. Hè? Lekker langer met de voetjes op de stoel voor je. Moet je wel eerst zo'n smerig volkskrantje neerleggen, maar oké. Okay. 2 is gemiddeld en 3 betekent het is druk. Maar er is nog geen symbooltje voor oksel kwark asperge druk. En dat is wel nodig. Dus daarom stel ik dit voor. Hier, check deze. Nieuw icoontje voor super druk. Dat is beter. Mogen jullie vaker zeggen. En dan
stappen we even over op iets wat wel gewoon op tijd komt. Het is weer kinderboekenweek. En het thema is dit jaar gigagroen. Met boeken als Het begint met een zaadje. Maar ook De aarde heeft jou nodig. En Gek, gaaf, geweldig. Het gaat over Mark Rutte, denk ik dan. Weet niet. Het thema is altijd een poging om de belevingswereld van kinderen te koppelen aan wat er speelt in de maatschappij. En dat is heel goed natuurlijk. Maar dan zou ik ook wel boeken willen zien over wat er nu echt aan de hand is. He, dus dan zou ik gaan voor de kruisraket in Spijkerbroek. Ja. Super actueel, toch? Of het gruwelijke verhaal van Alice in Forumland. In het begin valt ze in een fuik en ze heeft niet de hersencapaciteit om er zelf uit te komen. Gek, maak het goed boek. Het is echt... Of het propagandapadeltje De Grote Vriendelijke Rus. Of natuurlijk de klassieker over een kleine mol die wil weten wie er op zijn Natura 2000 gebied heeft. En dit was vandaag. Straks hebben we het over de Rabobank en Sander Schimmelpennetjes. Even kijken. De Avondshow Top 36. Nummer 18. Otters die handen vasthouden. De Avondshow Top 36. Door het kijken van deze video bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden en privacybeleid, waaronder punt 3. U zegt ook toe de hele uitzending te bekijken op NPO Start. Meer informatie over NPO Start vindt u op NPO Start.